Nicolette, we zijn er! Hey. Oh, en je hebt een lekkere taart meegenomen. Welkom! Ja, die neem jij meteen. Kom verder, jongens. Gezellig. Nicolette, om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Van wie of wat krijg jij nou vlekken in je nek? Oeh, ik krijg echt vlekken in mijn nek van mensen die chagrijnig zijn. Ik hou van vrolijke mensen. Kijk, en vrolijke kinderen, maar dat lukt wel met zo'n appeltaart. He? En ben jij een keukenprinses? Ik wil heel graag een keukenprinses zijn, maar ik ben het niet. Hé, hey, dat hoorde ik, hè? En met wie woon je eigenlijk? Ik woon hier met een heleboel dieren. Die moeten dan ook meteen even... Oh my god. Ja, en met deze drie aapjes. Welke karaktereigenschap van jezelf zou je het liefst op 90 graden willen wegwassen? Nou, dat is denk ik mijn hyperkarakter. Ik kan echt 250 dingen tegelijk doen en dan nog meer willen. Dus als ik dat op 90 graden kan wegwassen, graag. Wie van jullie is echt de allergrootste vlekkenmaker? Anna. Anna, ben jij de grootste vlekkenmaker? Ja. Ja. Ik vind jou verdacht stil, jongeman. Heb je een leuke jeugd gehad? Ja, jawel. Maar ik doe het bij mijn kinderen wel weer anders. Dus ik haal de leuke dingen uit mijn jeugd. En de slechte dingen, die doe ik nu wel beter. Ik vond mijn vader heel erg streng. Die was eigenlijk altijd aan het werk. En dan thuis was hij zo moe. Dus thuis moest dan het huishouden rustig zijn. En ik was een heel hyper kind. Dus daar kon hij wel eens soms een beetje nukkig over zijn. Wat is nukkig? Nukkig is dat je een beetje chagrijnig bent. Ben ik wel eens chagrijnig? Nee, bijna ja? Nooit. Bijna nooit? Wanneer ben ik wel eens chagrijnig? Eens in de maand. Oh, gênant. Ja, top. Wat is je grootste zonde die je eindelijk eens zou willen schoonwassen? Heb je even? Ik heb jarenlang voor BNN gewerkt. Mijn kinderen vragen wel eens, mama, heb jij wel eens in de gevangenis gezeten? En het antwoord is ja, want ik heb bij BNN echt heel veel dingen gedaan die volgens de wet niet mochten. Heb je wel eens met een hele gênante vlek rondgelopen? Oeh, niet hem zo hard op je kop slaan. Ik heb ooit een keer een date gehad. Toen had ik dus in de hondenpoep gestaan. Oh. Dat heb ik jullie wel eens verteld, hè? En toen heb ik over zijn gloednieuwe tapijt gelopen. Alles zat onder de hondenpoep. En ik durfde natuurlijk niet meer te zeggen dat dat van mij was. En het is nooit iets geworden. Gek, hè? Heb je wel eens een plauwtje gelopen? Ik ben ooit wel eens verliefd geweest op een jongen, maar die had ik, toen was ik heel jong nog. Doe jij je oren even dicht? En ik was verliefd op hem, maar ik had hem alleen maar in zijn zwembroek gezien. Tot de vakantie afgelopen was en ik zag hoe hij eruit zag. En nou ben ik helemaal niet zo op kleding. Maar dit was echt shocking hoe hij eruit zag. Dus toen heb ik het wel uitgemaakt. Wat is de grootste vlek op je carrière? Ik heb ooit een keer voor Try Before You Die aan de noodrem getrokken. En ik had nooit gedacht dat dat nationaal nieuws zou worden. En iedereen heel boos op mij zou zijn. Want als ik dat had geweten, had ik wel wat leuks aangedaan. Ik zag er echt niet uit. Ben jij iemand die wel eens de vuile was buiten hangt? Oeh, nee. Ik hang niet snel de vuile was buiten. Ik ben ook niet snel kwaad te krijgen. En ik zal helemaal niet lelijk over mensen praten. Nee. Die vuile was blijft lekker binnen. En is het moeilijk dan om dingen privé te houden als je bekend bent? Nou, ik ben steeds beter geworden in het privé houden van dingen. Want toen ik net bekend was, had ik het gevoel dat ik alles moest delen. En inmiddels weet ik wel, ook wel een beetje door schade en schande, dat je ook wel wat dingen privé mag houden. Wat is de grootste vlek in de wereld die jij wel eens zou willen wegwassen? Hoe we de aarde behandelen en als we toch allemaal met iets meer dierenliefde en liefde voor het klimaat zouden leven, dan zou ik heel blij zijn. Wanneer was je voor het laatst zo verdrietig dat je mascara ervan uitliep? Nou, ik lach heel makkelijk, maar ik jank ook heel makkelijk. Ik heb een hoop meegemaakt in het verleden, ook met mijn gezondheid. En daar kan ik nog steeds om janken. Maar ook heel erg om lachen. Dat is mijn credo. Volgend jaar lachen we er wel weer om. Aan welke gebeurtenis in je leven wil je geen woorden meer vuil maken? Oeh, aan heel veel gebeurtenissen. En daar maak ik verder geen woorden meer vuil. Ha, mooi. Heb je een favoriet kledingstuk waarvan je echt zou balen als daar een vlek op komt? Nou weet je, ik heb eigenlijk helemaal geen favoriete kledingstukken. Ik geef niets om dure kleding, niets om dure tassen, niets om dure make-up. Zodra ik klaar ben met mijn werk, doe ik mijn favoriete kleding aan.
dingen die echt lekker vies kunnen worden. Want dan ben ik met mijn beesten bezig. Met de kip of met het paard. Dat ruik je wel, ja. In welke situatie bevlek jij zelf het meest? Sorry? Oh, geen commentaar. Heb je wel eens een gênante blackout gehad? Ja, ja, zeker. Ik heb ooit auditie gedaan voor de film Costa, was het geloof ik. En toen moest ik mezelf voorstellen. En ik had zo'n enorme blackout dat ik zei, ik heet Nicolette Kluiver. En toen dacht ik, nou, zo heet ik toch niet, zo heet niemand. Wat een achterlijke naam is dat. En toen was ik het helemaal kwijt. Ja, ik ben het ook niet geworden. Ik heb niet in de film gespeeld. En tot slot, Nicolette. Bestaat er zoiets als een vlekkeloos leven? En hoe ziet dat er dan uit? Nou, zo'n leven heb ik in ieder geval niet. Mijn leven is absoluut niet vlekkeloos en ik vind een vlekkeloos leven ook helemaal niet interessant. Het leven hoeft niet helemaal glad te zijn. Het mag lekker een beetje een gemengde was zijn, om maar in wastermen te blijven. Dankjewel, Nicolette. Ik vond dat je het vlekkeloos deed. Dankjewel. En nu, hup, ik moet weer door, hè? Heb jij zelf nu een gênant vlekkenverhaal en durf je die met ons te delen? Doe dat dan, want je maakt kans op een jaar lang gratis persil. En een NC goodie bag. Kijk even hieronder, als je durft.